In deze video gaan we kijken naar de melkreiniging van de Jura C8. Om te starten druk linksbovenin op het rondje om het menu te openen. Druk vervolgens eenmaal op het pijltje rechtsonderin tot u de melkreiniging ziet. Druk op het rondje rechtsbovenin om melkreinigingsmenu te openen en druk nogmaals om de melkreiniging te starten. Als het goed is geeft het menu nu aan mini tabletten plus water. Vul het meegeleverde reinigingspakje met een glas lauw water. Voeg hier vervolgens 10 ml melksysteemreiniger van Hendrix Coffee aan toe of Minitebs van Jura. Heeft u nog geen melksysteemreiniger? Kijk dan op hendrixcoffee.nl. Druk wederom rechtsbovenin op het rondje om te bevestigen. Als het goed is, geeft de machine nu aan melkslang verbinden. Plaats het reinigingsbakje onder de uitloopjes en haal de HP1 melkslang uit de melkhouder en stop hem in het reinigingsbakje. Druk vervolgens rechtsbovenin op het ronde knopje om de melkreiniging te starten. Als het goed is geeft de machine aan verwarmd en daarna geeft die reinigt aan. Het reinigen kan even duren totdat die systeemvuld aangeeft. Hier hoeft u nog niks te doen. Uiteindelijk geeft de machine aan vers water. Dit betekent dat we nieuw vers water door de machine willen laten lopen om de machine te spoelen. Start bij het uitnemen van het melkslangetje en gooi alles wat er in het reinigingbakje zit weg. Vul daarna het reinigingsbakje met schoon vers water. Verbind de melkslang weer met het reinigingsbakje. En vervolg de reiniging door rechtsbovenin op het ronde knopje te drukken. En de machine geeft weer aan: Reinigt. Uiteindelijk geeft de machine aan dat hij spoelt. Totdat hij oké okay aangeeft, dan is de machine weer klaar voor gebruik. Verbind het melkslangetje weer met de melkhouder en gooi alles wat er in het reinigingsbakje zit weg. Heeft u nog vragen? Kijk dan op hendrickscoffee.nl.